In de periode 2000-2010 werd Feyenoord geen kampioen, maar werd er onder trainer Bert van Marwijk wel een internationale prijs gepakt. De UEFA Cup in 2002. Feyenoord had een goed team met spelers als Kalou, Kees van Wonderen, Shinji Ono en Brad Emmerton en de nog jonge Robin van Persie. En natuurlijk de vrije trappen van Pierre van Hooijdonk. Bij het legioen was de populairste man toch echt deze aanvoerder, Paul Bosvelt. Bosvelt en het legioen, dat waren eigenlijk vier handen op één buik. En om een simpele reden, omdat Bosvelt deed wat het legioen graag zag. Er altijd zijn, niet klagen, niet geblesseerd zijn, niet zeuren, altijd buffelen, gewoon doorgaan, meehelpen voorin, meehelpen achterin en als het even kon, ook nog scoren. Nou, moet Bosvelt komen. Bosvelt! Ja! Bosvelt. Kalou. Bosvelt. 2-0. Bosvelt stond ook bekend als een enorme sfeermaker in de ploeg. In de kleedkamer zorgde hij voor flauwe, maar echte voetbalgrappen. En in het veld was hij onverzettelijk. Heerlijk om een speler als Bosvelt in je ploeg te hebben. Bosvelt. Is goed. Bosvelt zelf maar uithalen. Bosvelt. Een stift. Ingespeeld op Van Hooijdonk. Van Hooijdonk. En Bosvelt scoort. In de 90ste minuut. Bosvelt was in zijn carrière de man van stappen. Hij begon bij Go Ahead Eagles, kwam vervolgens bij Twente terecht en uiteindelijk bereikte hij zijn hoogste niveau bij Feyenoord. Paul Bosvelt is dit 3. Zo maak je een hattrick. 3 goals in 10 minuten tijd van de aanvoerder van Feyenoord. Leonardo. En Bosvelt. Het is de derde voor Bosvelt. Het is zijn feestje. Het afscheid van Bosvelt van de Feyenoord supporters zegt eigenlijk alles over hem en over de manier waarop het legioen ook tegen hem aankijkt. In de zomer van 2003 vertrekt hij naar Manchester City. Het legioen neemt afscheid van hun held, maar Bosvelt neemt ook afscheid van de Feyenoord supporters op zijn manier. Hij laat een vliegtuigje boven de Kuip vliegen met erachter een spandoek. Bedankt, forever kameraden, Paul. Dat zegt eigenlijk genoeg. Bosvelt bedankt het legioen en volwassen mannen zitten in de Kuip met tranen in hun ogen. Want Paul Bosvelt vertrekt bij Feyenoord. Na zijn buitenlandse periode was het eigenlijk de bedoeling dat Bosvelt terug zou keren in de Kuip in Rotterdam bij Feyenoord. Maar het werd Heerenveen. Maar telkens als Bosvelt speelde in de Kuip was er altijd die waardering van het legioen. Prachtig ambiance. Niet al te veel meegereisd uit Heerenveen zie ik nu. Eigenlijk een van de weinige vakken die niet is gevuld in deze Kuip. En het spandoek Bosvelt boppen. Zegt voldoende, zoals er ook een spandoek hangt, waarop staat eens een Feyenoorder voor altijd in ons hart.